De Verenigde Doensbroek Duwende is er verleden jaar nooit 20 succesvolle jaren mee ophouden. Maar speciaal voor Oerol docht choreografe Gretine Molenbuur nog één keer met 8 doensressen de voorstelling Silhouetten. Het stuk werd in en om Midsommar spelen op muziek van Philip Glass en Wim Mertens. De doensvoorstelling Silhouetten van Gretine Molenbuur wordt voor het eerst op woensdagmiddag gehouden in Midsloorn. Maar er speelt een band en er is braderie. Zodra zij klaar zijn, zet ik hem in. Ja, laat ze dat doen. Ja. Okay. Dus het komt goed? Ja. Ja? Ja, het komt helemaal goed. Ik is weer al op de technische draad. Oké. Okay. Maar zie je het trekken op een braderie? Ja, maar het is genoeg rondte. En ze gaan wel aan de kant, volgens mij, als we er rond komen, dan ja, gaan we eerst wel een beetje aan de kant. Want het is geen voorstelling op één plak en ze hebben wel wat rondte nodig. Jongens op het stroom bij Midsloorn hebben ze wel alle rondte en komen de silhouetten mooi uit in de zinnen. De doens is al jetter uit via het onderoren bij de Slachtenmarathon en Simmer 2000. Doe jette het zelskip nog Duende en dat weer doet tegen populair. Het verhaal van Silhouetten kan de taskogers zelf zien vullen, maar het gaat over een stoet rouwende vrouwje. Maar van rouw is nooit de primeur geen praat. Geweldig! Net van alles. Absoluut. Ja, prachtig. Ik ben een beetje emotioneel. Ja, geweldig. Ja? Leuk. Ja. Dicht er bovenop. Ja, dat is mooi ook, hè? Ja. Vind ik wel leuk. Ja. Oké. Okay. Maar wel ook, nou ja, ook spannend. Want ja, dat... je staat zo dicht erop. En dan wel, ja, huis, hè, ze moet wel in de tel. Dus dat is heel spannend. Hij staat hier in de klap, jongen? Nee, net niet. Wel bijna, bij die. Oeh, daar staat iemand. Dus dat is wel anders. Wat iedereen vraagt, is dit nou de comeback van Duende? Nee, eenmalig. Eenmalig? Ja. Yes. Ik ga verder nou al een baan met het Friesland College. Ik ga naar de jeugdopleiding. Ik doe projecten. Ik ben accrediteerd van de Europese kampioenschappen. Dus nou, dat is ook een gegeven moment is gewoon te vallen. En ik ga in 2006 toen een punt erachter zetten. En ik zou het heel leuk vinden om af en toe wel leuke projecten te doen. En misschien is iets speciaals voor Oerol. Maar dit is eerst weer even fantastisch mooi om te doen. Als je als Ben op school gewinnt, dan heb je mazzel, want van de basisschoolen Ben het Oerol deze week een speciaal programma. Onderdeel daarvan is een bezite onder de voorstelling Gnaffel. En dat ik nog onder school had. Dus wat wil je nog meer? De voorstelling van Gnaffel gaat over Koos de worstelaar. Koos bedaart in huis vol oude en suffe mensen. Koos is zelfs ek oud, maar in zijn hart is hij nog steeds wrakselkampioen. Troch Koos bloeit iedereen weer op en zelfs wordt hij weer wrakselkampioen.
Allemaal trucage, blauwe kuil. Hé hey, meneer, dat is levensgevaarlijk. Wist u dat weer eens? Oh! Wat vond je van het voorstelling? Vond je het leuk? Ja. Wie vond je het leukst? Die sterke worstelaar? Nee, de kleermaker. De kleermaker? Je was wel grappig. Jij, jij ook? Ja, en de worstelaar vond ik soms sommige stukjes ook wel grappig. Wat zijn nou die dingen die een goed jeugdtheaterstuk onderscheidt? Dat ze niet kinderachtig zijn. Dat vind ik een goeie. Ik vind het wel goed. Je moet natuurlijk niet... Kijk, als je kinderen naar theater wil laten kijken, moet je ook wel iets brengen wat ze prikkelt om over na te denken. Maar alles wat je hebt aangericht, kan je nu niet meer weggaan! Nooit de moed opgeven, nooit de handdoek in de ring werpen. Of je sterft in het harnas, of je gaat voor overwinning. Wat zal het zijn? Je moet juist niet een knieval naar kinderen toe maken, maar juist gewoon eigenlijk je eigen ding gaan doen. Ja. En dat doen wij, wat ons bezighoudt, wat ons bezielt. En dat breng je naar kinderen toe. En je past het enigszins aan, maar deze voorstelling hebben we eigenlijk helemaal niks aangepast. Nee. Nee. Dus je moet het serieus nemen eigenlijk. Precies, ja. 1, 2 en... Ja! Zijn jullie al naar meer voorstellingen geweest? Jawel. Ja? Welke dan? Ja, bij Westerkije ben ik toen eentje geweest. Ik ga nog. Ik ben in. Met papa en mama al naar de worstelaar geweest. Dit is de tweede keer. Ik ga nog naar de Eskimo's bij het zwembad. Ga ik ook nog toe. Oerol is net alleen nog maar theater en muziek. Ik heb longenskipse architecten en biologische kunstenaars binnen hier aan het werk. En wat ik Dennis keer niet is, die kan mij een speciale fietsroutekaart bij die kunstwerken longens. De biologische kunstroute begint al in Haas en leert hij vanuit de haven over het hele eiland. Zo lezen ze er bij Oosterend glazen schelpen met verhalen op het strand. Soms vraag ik me wel eens af of we er wel zijn. Want waar zijn we dan? Ik ben blij dat je even luistert. Waar gaat het verhaal over? Egmond aan Zee. De vrouw die vertelt over... Over iedereen die denkt dat ze iets groots moeten bidden. En het kind denkt dat ze niet het beste gewoon maar aan God... aan de zee kan denken in plaats van aan God. Want dat is toch het grootste wat ze kan bedenken. Ik vind het heel mooi werk, maar als je van boven kijkt... dan ziet het eigenlijk een beetje sullig uit, al die mensen bij die schelpen. En op het moment dat je zo opzij kijkt en als je wat meer schelpen ziet en wat meer flikkering van de zon, dan vind ik het heel mooi. Toe-eigenende raam van de wereld. Ja. Wat vind je van dit werk? Nou, wat ben je, kijk, maar we vinden al dat soort dingen. Dit is wel de dagbestemming. Ja. Ja. Ja? Ja. Hoe zit dat? Hier nu de Hoelijers? Ja, in de Antwoord Hoelijers. Dat is gewoon even een scène. Hoeveel schrijvers werken er aan mee? Het zijn 40 schrijvers en dan nog 15 dichters. En de rest zijn allemaal klankkunstenaars. Ja. In de schoren van Pieter Pijtshoeve in Lies is een video-installatie gebouwd. Ik vond het wel indrukwekkend. Ja, leuk. Ja, niet te veel benadenken, maar dat moet je hier op Oerol sowieso niet. Nee? Nee, toch? Want wat gebeurt er dan, dat je te volle erbij nooit denken? Nou, je maakt net een moeilijk denken. Nee? Nee. Zit er net een dippere betekenis achter dit werk? Oh, nou ja, misschien voor al die kunstenaars wel, maar net voor mij.
kunstenaar Melle Smets ziet met zijn tentstation de discussie over het landschap. Wat is authentiek? En is cultuur een onderdeel van de natuur of is het krijgt oorsnom? Iedere keer als we op een locatie zijn, dan kijken we of de kunst in de buurt is. Omdat het niet zo'n heel erg compacte route is, we pakken iedere keer een stukje.